Yo, kijk van hier TV. Daar ben ik hier met een nieuwe Rocket League video. We gaan even kijken wat we vandaag kunnen doen. En zo te horen, lekker een voice crack erbij. Ik doe vandaag een keer Rocket League Labs, zodat we een keer andere soort mappen hebben. Dus ik had één enemy AFK. En mijn team is niet al te goed en de enemy is niet al te goed. Zoals ik nu tot nu toe gezien heb in deze 15 seconden. Dus dan gaan we kijken waar het schip gaat stranden. Ga dan meteen zo. Boom. Teammate. Ik wil even die strooien halen. Dit is, als je toch AFK staat, is het net zo makkelijk om dat even te halen. Onmogelijk. Nee, dat is onmogelijk. Nee, hoe dan? Nee, niet kort. Jezus, dat Cortana en ik een random op. Dat is ook echt zo annoying. Kijk, dan gaan we gaming in een keer laggen, eventjes. Ik snap niet waarom Cortana laatst zo hard gebukt is. Wow, zegt iemand. Prachtig. Hé, hey, hij is gescoord. Woehoe, scored, jongen. En min 1. Ben ik al 3 mensen laten ontploffen of zo? I like it. To blow people's car. In rock. Wow. Jezus, die ging iets minder goed. Kijk, dat ik Cortana een keer gestart is, weer hele game te leggen. Dat zien jullie nu ook terug. Ik heb geen zin om opnieuw te beginnen. Cortana staat regelmatig op. En dat is best wel annoying. Ondertussen. Dus kijk ook hoe Cortana kan uitschakelen. Want ik vond het eerder wel makkelijk, maar tegenwoordig niet meer. Want het is gewoon zo kapot. Dat het gewoon niet eens meer werkt. Nou, ik loop heel Cortana af te zeiken. Terwijl ik zelf echt gewoon heel slecht aan het spelen ben. Ik moet niet afzeiken en spelen tegelijk. Dat gaat vaak niet goed. Oké, er zijn dus geen punten waard. Wauw. Slecht en jammer weer. Oké. Ik zie dat de enemies allemaal aan het uitvreten zijn. Kom op enemies, doe eens wat nuttigs. Vooral even AFK gaan staan. Dan kan ik even destroyen halen en afslachting. Daar hou ik natuurlijk van. We hebben vuurwerk. Kijk, dat noem ik nou eens vuurwerk. Het is redelijk explosief. En het knalt goed hard. Jammer, dat die miste ik. Ik miste een hele harde boom. En het liefst ook nog een hardere boom hebben. Wat meer tempo had gehad. Dat ik die kunnen laten exploden. Woehoe. Explosion inbound. I like it. Maar ik hoor even afslachting. Nee, dat is net mis. Ik dacht ik ramde gewoon random tussen. Kijk of ik iets raak. Maar ik ramde alleen de muur. Natuurlijk niets aan hebt. Ik heb pas 50 punten, jongen. Jee, wat ontploffing. Alleen mijn teammates deden niets. Mooi schot. Nee, daar heb ik niks aan. Boom. Mijn teammate daar niks deed, gebeurde niks. En je hoeft niet zo hard te spammen, jullie allebei. En ik heb meer explosies gedaan dan jullie ooit konden doen. En ik ben zo'n explosieve jongen ondertussen. Ik moet bij de AOD werken. Van bommetjes op te ruimen. Oké, jij staat semi. Godverdomme teammate. Zeg wat ik aan het doen ben. En dan gaat hij lekker in de weg lopen rijden. Dat is echt zo annoying. Ah nee, die gaat fout. Dit gaat. Oké, die gaat goed. Gaat goed. Het ging bijna fout weer. Gaat goed, gaat goed. 1 minute to go. We moeten ook nog 1 iemand laten ontploffen. 1 of 2 persoontjes. Dus dat moet even lukken. Oh ja, vooral als iemand dat gaat doen. Boost voor mijn neus gaat wegnakken.
Doe ik even zo. Nog eentje, dacht ik. Nog eentje erbij krijg, dan kan ik hem wel eens hebben. Oeh, die sprong net. Dat is jammer. Als er even niemand scoort. Yes, ik heb het. Dank je, dank je. Geen probleem. Kijk, dit noemen ze als een redding maken. Ik dacht ook wel eens in competitive. Worden mensen echt knijten boos om. Echt gewoon zeg gewoon. You are lame. You are the idiot. You are noob. Dan heb ik anders niks dat ik anders kan winnen. Maar ik heb wel die destroyer. Je kunt zeggen wat je wil. Ik ben wel de beul in deze match. Dat is op zich ook nog best wel wat waard. Oké, mijn team is gaan ik heel erg defendend spelen. Maar als je alleen maar defend, dan heb je de oorlog ook niet gewonnen. Daarmee win je ook geen oorlog. Of zoiets was een spreekwoord. Dan win je geen oorlog meer of zoiets, was het? Ik heb geen flauw idee. Spreekwoorden van tegenwoordig. Die spreek je ook niet meer. Een beetje tijd rekken. En dan gewoon door pushen. Mooi schot. Ik weet niet of wie het had, maar... Zijn wel mooi zijn. Dan heb ik nog een keer scoren ook nog. Oeh, die was wel heel mooi. Als hij erin had gezeten. Was hij had. Nasty en lullig. Daar hou ik precies allemaal van. Dat zijn de goals waar ik van hou om te maken. En gewoon helemaal niets meer had kunnen doen eigenlijk. Of heel weinig. Hoezo wist ik als dat ging gebeuren? Hoezo wist ik dat? Dat was gewoon echt zo'n standaard move. Nee, die gaat erin bij ons. Nee, we hebben weer verloren. Joehoe, joepie. Maar in ieder geval, blijf een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.